Dan gaan we naar de fractie van de Doorsterpartij, de heer Van Noort. Dank u wel, voorzitter. Ja, het verhaal rondom de N279, het provinciaal inpassingsplan, zoals dat door gedeputeerde staten recent aan de provinciale staten is aangereikt. Het tracé Veghel-Asten, want daar praten we over. En dat is ook het tracé wat voor de gemeente Gemert-Bakel het meeste van invloed is op onze bereikbaarheid. En bereikbaarheid gaat ook over een stuk leefbaarheid van onze gemeente en gaat ook over een stuk vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente. Een buitengewoon belangrijk stuk dus. En het doet ons dan ook deugd en ik wil maar van dit punt gebruik maken, misschien een beetje misbruik maken van dit agendapunt, om de brief zoals wij die als gezamenlijke partijen hier in deze raad hebben opgesteld richting provinciale staten, om die te introduceren in de openbaarheid richting al onze inwoners, pers en wat meer zij. Om kort te gaan, wat behelst die brief? Wij zien in het voorstel wat gedeputeerde staten voor heeft gelegd voor het tracé Veghel-Asten op de N279, een belangrijke jaad. En dat gaat er eigenlijk over uit dat de weg 2x1 baans blijft in het voorstel van GS en dat er een lange omleiding rond Dierdonk in zit. Dat zijn de twee zaken die wij pertinent niet willen. Dat hebben we ook eerder als raad al bij zienswijze richting de provincie aangegeven. De provincie meent dit voorstel toch door te moeten zetten. En er is ons alles aan gelegen om alle middelen aan te grijpen om dat niet te laten gebeuren. De vraag die wij aan de provincie en de provinciale staten zullen voorleggen is dan ook om de besluitvorming over het PIB dusdanig aan te passen dat de N279 wel wordt aangepakt uiteraard, inclusief de aanleg 2x2 baans langs het kanaal op het tracé Veghel-Helmond en twee, dat er geen lange omleiding bij Dierdonk gerealiseerd wordt en de miljoenen die dat bespaart geïnvesteerd worden in het 2x2 baans tracé Veghel-Helmond. Dat is de brief die politieke partijen zullen gaan verzenden, die inmiddels al verzonden is, moet ik zeggen, richting de Staten-Griffie. En we hebben ook het plan om niet alleen bij die brief te laten, maar om uiteraard ook het gesprek aan te gaan en om ook in te spreken bij de betreffende Statenvergadering. En het sterkt ons daarin alleen maar dat ook onze bevriende collega's van BKG eenzelfde initiatief hebben voorbereid, waarin zij ook ijveren voor 2x2 baans. Dan de brief die eigenlijk formeel voor ligt bij dit agendapunt, voorzitter. Daarin staat krachtig verwoord wat wij willen. En dat behelst eigenlijk niks anders dan diezelfde reactie. Ja, we hebben het in het vooroverleg even gehad van wat zouden we nog kunnen doen om die brief nog beter te maken. Maar daarover laat ik graag het woord aan collega Meulemeesters. Dank u wel. Dank u wel.